Ik sta op de dijk in de Pannen en hier voel je de storm echt wel. Het is kletsnat, het is ook heel hard aan het waaien. Hier aan de kust en in de rest van West-Vlaanderen is het het ergst, met windsnelheden van 90 tot 110 km per uur. En ja, het is dan wel herfstvakantie, maar hier loopt heel weinig volk rond. Het is ook helemaal niet zo gemakkelijk om hier te geraken vandaag, want door het stormweer rijden er maar weinig treinen van en naar de kust. Felle rukwinden, ja, dat is ook niet zo veilig voor de pretparken. Hier in Plopsaland zijn daarom alle attracties buiten gesloten. Gelukkig kunnen deze jongens en meisjes zich wel nog amuseren in de binnenattracties. Ik had vorig jaar in de Ride to Happiness gegaan. Dat was voor de nieuwste attractie. En mijn broer die wilde eigenlijk ook iets doen, maar ja, nu is het jammer omdat er veel wind is, dat de attractie niet open gaat. Wind en regen is echt niet leuk en we waagden zelfs ook nog bijna omver. Ik vind het eigenlijk saai dat die babyattracties allemaal open zijn. Maar eigenlijk wou ik een leuke rollercoaster. We blijven wel overnachten vanavond, dus misschien heb ik dan nog kans om een rollercoaster te doen. Kei tof dat je naar deze video hebt gekeken. We hebben nog veel meer. Je kan het allemaal checken op dit kanaal, dus liken en abonneren maar.